Hallo, leuk dat je weer kijkt naar Horizon TV. Enige tijd geleden is in Zoerendonk een kinderdagverblijf geopend. Villa Vrolijk van Judith van Hunnik. Het zit in het voormalige gebouw van de Rabobank en het ziet er ondertussen wel heel anders uit. En we namen even een kijkje. Kom binnen, leuk. Jullie zijn welkom. Nou, dankjewel. Kijk eens, kindjes. Er komt een mevrouw en een meneer met de camera aan. Kijk, ja. Maar zwaaien. Voor jullie dit, drukke bedoeling. Ja, maar wel gezellig. Ja, want je bent nog niet zo heel lang bezig hier, hè? Nee, vanaf maart ben ik eigenlijk gestart hier op deze locatie. Ja. Ja, dus... ja echt de mooiste locatie van Zoerendonk, hè? Ja, dankjewel. Ja, zeker. Ja. Hey, en zo te zien gaat het goed, want het is hartstikke druk. Ja, het is wel druk. Ja, ja. Leuk. Ja. En welke leeftijd is dit nou? Dit is echt de peutergroep van 2 tot 4 jaar. Ja, en die spelen dan ook aan deze kant van het pand. Ja, dan zal ik je dadelijk laten zien. Ja. De BSO, we staan aan de andere kant. Want op zich kunnen ze echt van 0 tot 12 kunnen ze hier terecht, ja, hè? Ja, alles onder één dak. Dat was ook een beetje mijn insteek om dat te doen. Dat, ja, alles kan samen opgehaald worden. Broertjes, zusjes zitten bij elkaar. Ja, ja. Belangrijk. Ja. En hoe kom je ertoe? Ja, uiteindelijk werk ik al 12,5 jaar bij Peuterdorp gewerkt. Echt met plezier ook, echt lieve kindjes, heel leuk. Maar ik merkte dat ouders ook hele dagopvang zochten. Ja. En dan zat het vaak overal ook wel vol of wilden ze toch graag die peutergroepen daar die aan werd geboden. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan neerzetten? Nou, toen ben ik uiteindelijk ook mijn buitenschoolse opvang begonnen 10 jaar geleden. Mm-hmm. Eerst aan huis, maar dat werd te klein. Toen locatie in de Donk gehuurd. Ja, die werd eigenlijk ook al snel te klein. Ruimte in de school, ja, die werd ook te klein. Toen dacht ik, ja, nou moet ik de stap wagen. Ja. En dan ga ik gewoon kijken naar een andere locatie. Maar ja, dan zoek maar eens iets in Zoerendonk. Zeker. Ja, toen kwam dit pand op mijn pad en toen dacht ik, ja, hier ga ik voor. Dit is het. Ja. 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 Nou, ik wil graag even kijken. Ja, benieuwd. Kom binnen. Leuk. Ja, welkom. Ja, het is ook wel een heel mooi pand, hè? Lekker ruim. Ja, dankjewel. Ja, hier komen dan de kinderen binnen van 0 tot 4 jaar. Mm-hmm. Die hangen dan daar eigenlijk een jasje neer, op het kapstok. Ja. Hier werken we ook met thema's, echt het voorbereiden op de basisschool. Oh, dat doen jullie ook? Ja, okay. Ja, dat vond ik zelf wel heel belangrijk. Mm-hmm. En hier nou, bij het thema vakantie, daar horen dan de boekjes bij. Hier heb je een waterbak, de hoeken richt je daar ook in. Nou hebben we daar een ijskookkraam gemaakt, zwembadje. Ja, en spelenderwijs komen die woorden steeds terug. Dus zo leren ze dan wel op een speelse manier... Ja. Ja, en dat is dan een, denk ik, een logische stap naar de basisschool als je het zo doet. Ja, dat mag ik ook aanbieden, dat VVE-programma. Mm-hmm. Daar bereid je de kinderen ook voor op de basisschool. Oh, dat is een speciaal programma? Ja, ja. Dan werk ik ook samen met de gemeente en het consultatiebureau. Oh. En met de juffen van de school natuurlijk. Ja, dan hebben we ook een warme overdracht over de kindjes. Zeker. Ja, ook de samenwerking hebben we nog steeds met de basisschool. Daar hebben we daar af en toe mee in de kring fruit eten. Even met de gymles meedoen met de kindjes. Oh, dat is echt al goed spelenderwijs. Gisteren zijn we daar nog samen op schoolplein gaan spelen tijdens het buitenspelen. Dat het voor hun ook niet kleine apart stap blijft. Straks. Kleine stap, dat ze de ruimte gewoon blijven kennen, de basisschool. Ja, ja, inderdaad, ook dan weer met broertjes en zusjes. Broertjes, ja, dat was wel een bewuste keuze. Dat wilde ik wel. Ik wilde wel hierheen, maar ik wilde ook dat de school voor hun bekend blijft. Ja, ja. Nou, mooi. Ja, goed, wel. Ja, prachtig. Ja. En ja, hier in de middag kunnen er ook kindjes blijven. Dus die kunnen dan hier aan de tafel. Die krijgen een boterhammetje nog. Dus er zijn ook kindjes die komen hier alleen eten? Ja, dat kan ook. Ja, bij mij kan alles. Ja. Of alleen in de middag. Of ja, er zijn kindjes ook die blijven echt de hele dag. Die worden 's morgens al om 7 uur gebracht. En ja, die blijft tot 's avonds. Dus dan is het hier in de middag boterhammetje eten. Mm-hmm. Dan zijn er nog een paar kindjes wakker met één leidster. En dan, ja, dan gaan een paar kindjes naar bed. Ja. Zal ik je ook laten zien, de slaapruimte. Nou, dat is ook wel heel fijn dat dat kan. Ja. Ja, hier is de ruimte waar ze dan kunnen slapen. Oh ja, wat gezellig. Ja. Ja, en daar zijn meestal 2, maximaal 3 kindjes. Ze hebben hun eigen bedje. Dus ja, gaat ook heel makkelijk. Ja, ze gaan liggen en we zetten muziekje op. En vinden ze leuk. Ze pakken een knuffeltje. Ja. Ja. Dan hebben we hier ook nog een ruimte. Die gaat per 1 oktober van start. Hier komt dan het eerste babytje. Oh, dat is weer heel anders. Ja, ja. Oh, maar dit is nog wel echt heel kleinschalig. Dus, maar dat heb ik ook echt, dat bied ik aan voor de broertjes, zusjes waarvan de kinderen al bij mij zitten. Ja. Want dan hoeven ze nog niet steeds naar een andere locatie. Dan kan hier dus alles onder één dak. Ja. Ja, echt ideaal. Ja. Hey, maar zo'n babytje, dat is natuurlijk weer een heel aparte tak van sport. Ja, maar daar heb ik uiteindelijk nou afgelopen zomer ook mijn diploma voor gehaald. Babyspecialist. Ja. Ja. Ja, en dan komt een leidster bij op de groep en die is ook daarin gecertificeerd. Dus ja, ja, komt er echt weer een andere maar ook wel heel erg leuk. Ja, zeker leuk. En vooral als ze kunnen blijven tot ze 12 zijn. Ja. Heeft ook echt iets.
Ja, want ik heb nou één kindje, die zit in groep 8, maar die heb ik al vanaf 2 jaar. Ja, dat is echt ja, daar bouw je ook echt een band mee op met die kindjes. Mooi hoor. Ja, het valt me op dat het allemaal zo gezellig is ingericht. Ja, echt, maar daar hou ik wel van. Echt huiselijk, ja. Hè? Ja. Ja, hier hebben we dan de aparte hoeken nog. Ik weet niet, ja, hier hebben we een bouwhoek. Oh ja, aan deze leuk. Kant. Ja, dan doe je dan ook qua thema richt je daar dan weer een beetje anders in. Ja. Ja, daar is nou, ja, hier is de bouwhoek dan. Daar is de ijskoekraam. Ja. Daar hebben we de keukentje. En Judith, er is nog plek? Of je hebt dan een wachtlijst? Of hoe moet ik het zien? Ja, eigenlijk hebben we al een wachtlijst op de maandagochtend. Daar kunnen ook echt geen kindjes meer bij. En voor de BSO hebben we op donderdagmiddag een wachtlijst. En verder zitten de groep ook wel al aardig vol. Ja, ja. Want met hoeveel mensen zijn jullie hier? De peutergroep doen we met z'n tweeën. Dan mogen we samen 16 kindjes. En bij de BSO staan we met z'n drieën. Mm. Dus dan mogen we met z'n drieën eigenlijk 22 kindjes. Mm. Maar totaal zijn we met 5 mensen in dienst. Ja, en jij en Neeltje zijn hier altijd elke dag? Ja, Neeltje en ik draaien echt alle uurtjes. Ja. Ja, en hier werken we dan ook met dagritmekaarten. Ja? Dan hebben we altijd een hulpje, het kindje van de dag. Oh. En die weet dan ook wat hij mag doen. Die mag dan helpen met het fruit uitdelen, de koekjes uitdelen, deur open houden. Ja, en dan leer je zo spelenderwijs van wat we gaan doen. Dan weten ze ook van nu zijn we op school, daar gaan we binnen spelen, daar gaan we fruit eten. En op het einde komt dan papa of mama. Vaak is het ook wel een houvast voor de kindjes die in het begin starten, want dan zijn ze ooit verdrietig. Maar dan weten ze precies van, oh, we zijn nu al hier. Dan zetten we het handje bijvoorbeeld hier, we zijn nu buiten aan het spelen. En dan komen we daar, dan gaan we dadelijk nog in de kring. Dan gaan we toevallig vandaag verjaardag vieren. En dan komt mama, dan weten ze ook een beetje... De stapjes en hoe ver ze zijn in de dag. Ja, daar leuk, dat vinden de kindjes heel fijn. Ja, en dit is Puk. Puk is dan onze pop, daar werken we eigenlijk mee. Daaromheen zit heel dat VVE-programma, daar werken we met startblokken. Dus vanuit daar bied je dat aan. En ook de herkenning voor iedereen. Ja. Ja, dus dit is de dagopvang. En dan als je hier achter de kasten kom je bij de BSO uit. Oké. Ik heb daar wel bewust voor gekozen, die kastruimte. Omdat ik dacht van, ik vind het wel fijn. Dan heb ik stiekem toch een beetje overzicht. Zeker. Ja, maar ook voor broertjes en zusjes. Die komen dan binnen hier door de voordeur. Dat weten ze ook. Met de bolderkarren worden ze opgehaald. En ze worden altijd opgehaald? Ja. Okay, ja, zijn allemaal. We met 3 personen, staan we aan school. 1 leidster blijft in het pand bij kleintjes die eventueel nog slapen. Wij met z'n drieën nemen de kinderen mee. Ja, dan komen we hier binnen. Ze weten precies, daar moeten de jasjes, waar de tasjes moeten. Dan starten we aan de tafel. Oh. We hebben daar een groep en hier een groep. Dan beginnen we met fruit en met drinken. En dan zitten de leeftijden gewoon allemaal door elkaar? Ja, we doen eigenlijk de kleinste. Hier starten we eigenlijk met 4 tot 7 jaar. Ja. Daar zit 1 juf bij. En daar is het dan van 7 tot 12 met 1 of 2 juffen. Ja. Ja, ik wilde bewust zo klein houden omdat er dan ook wel geluisterd wordt naar het kind. Want vaak merk je wel dat ze vol met verhalen zitten. Of dit is op school gebeurd of dat. Of ik heb daar gedaan. Ja, daar is wel echt de tijd voor. Wel even een verhaal kwijt kunnen. Ja, dan nemen we ook de tijd voor. Is het fruit en het drinken op, dan mogen ze gaan spelen. Ja, dan hebben ze hier een ruimte. Ja, hier heb je een huishoekje voor de meiden, een beetje voor de kleintjes. Ja. Hier heb je een hele knutselkast met spellen, spulletjes, klei, alles zit erin, dat weten ze ook. Ja, en dat mogen ze ook gewoon gebruiken. Ja, mogen ze gebruiken. Regelmatig gaan wij zelf ook een activiteit. Gisteren hadden we besloten, kom, we gaan slijm maken. Ja, dat vinden ze helemaal geweldig. Ja, ja, ja. Ja, en dan blijft er 1 juf bij. En dan vanuit daar, hier maandag, hebben ze zonnehoedjes gemaakt, bordjes gepimpt. Ja. Leuk. Ja. Ja, iedereen mag natuurlijk doen wat hij zelf leuk vindt. Ja, en dat is wel fijn. Ze hoeven zich nooit te vervelen. Ja, hebben ze geen zin in deze ruimte. Dan kunnen ze inderdaad naar de volgende ruimte. Ja, dat komt van dadelijk. Dan gaan we naar de volgende ruimte. Die zit hier. Nou, ruimte is genoeg, hè? Ja, hier merk je vaak de jongens van 4, 5 jaar. Die vinden het fijn om zich toch even terug te trekken. Nou, die gaan hier lekker met z'n drieën spelen. Ja. En het voordeel is natuurlijk ook dat de kindjes elkaar allemaal kennen. Ja, ze kennen elkaar. Dus je kunt dan die kant op, die kant. Daar zou ik de rest van het pand zien. Dus ze kunnen alle kanten op. Ja. En wil je in de drukte, dan doe je dat. Ja. Wil je even rustig, wil je terugtrekken, dan kan dat ook. Ja. Ja, dat is denk ik wel een voordeel. Ja, dan merk je, sommige kindjes hebben daar gewoon echt over nodig. En dat kan hier dan ook. Even afschakelen en even zelf. Ja. Nou, fijn dat er rekening mee gehouden wordt. Ja. Keukentje, vaak doen we iets bakken, soep maken. We hebben een groentetuintje, dus we kunnen alle kanten op. Ja, zelf. Jullie hebben alles zelf. Hier hebben we nog een kelder. Daar vinden ze echt allemaal heel erg leuk. Spannend, hè? Ja. Hier moeten we wel ooit afspraken over maken van wie mag wanneer. Ja.
hier is de kelder. Oh. Ja, hier kunnen ze lekker in de knuffel spelen, even chillen. We hebben een digibord, daar kunnen ze ooit een filmpje kijken als ze leuk vinden. PlayStation, want we hebben natuurlijk ook jongens van 10, 11, 12 jaar. Ja, die ja en dan moet je toch geweldig. Zoiets aanbieden. Ja, mag zeker. Niet de hele tijd, maar daar hoort erbij. Ja, hoort er ook bij. Dan hebben we hier nog, daar hebben de oudste kinderen zelf bedacht, een spookhuis gemaakt. Kom maar kijken. Ja, dus hier wordt regelmatig spookhuis gespeeld. Ja, andere thema's. Ja, dat vinden ze echt heel erg leuk. Ja, dat vinden ze ook leuk. Ja, en dan gaan ze zelf ook helemaal gesminkt en verkleed. En dan komen ze ooit zo naar boven. Ja, dat vinden ze geweldig. Ja. Ja. Prachtig gedaan, zeg. Wat leuk. Oh ja, zo'n kelder is ook wel spannend, hè? Ja, dat heeft echt wel iets voor de kinderen. Ja, vind ik zeker. Ja. Dit is ook een spannende deur, ja, hè? Ja, hier hebben we de kluis. Ja, heel spannend. Ja, zeker spannend. Deze blijft wel dicht en dan uiteindelijk is hier opslag voor ons. Oh, wauw. Oh, wat leuk zeg. Maar gisteren was er een meisje en die had een escape room gemaakt. Echt ook thuis uitgewerkt. Echt waar? Juf Judith, mag ik escape room doen? Haal jij dan voor mij een zaklamp en citroensap? Moest ik halen? En ik zeg, prima. Uiteindelijk had ze hier dan de schat in verstopt. Kluisje 11. Ook nog. Dat is een heel programma. Dus dat is, ja, voor die oudste kinderen is dat ook heel erg leuk. Kun je zien dat ze zich echt thuis voelen. Als ze thuis dat soort projecten bedenken. Ja, ze weten dat het hier gewoon iets is. Dat van alles meegenomen. Ja. Ja, leuk zeg. Ja, dat heeft nog wel iets, hè? Ja, dat heeft zeker iets. Zeker. Ja, geweldig. Gaat hij dicht. Ja, hele zware deur. Daarom blijft hij zo als de kinderen er zijn op slot. En dan... Ja. Die moet weg. Ja. Leuk, ja. Die leggen we weer in de kast. Dan komen we hier nog bij een ruimte voor de BSO. Maar die gebruiken we ook overdag voor de peuters. Stel dat het regent of een keer slecht weer. Ja, daar kun je ze er ook van maken. Ja, mooi zeg. Dus ja, die BSO-kinderen die verdelen zich gewoon. Hè? Je kunt knutselen, je kunt in die kelder. Hier spelen er een paar, ze kunnen dadelijk nog naar buiten. Dus van die drukte heb je ook eigenlijk geen van last. Alles te doen, je kunt je echt vermaken. Ja. En je hoeft ze ook zelf niet de hele tijd bezig te houden. Nee. Want ze en ze bedenken van alles, komen met van alles aan. Geloof ik. Ja, en je merkt ook voor elkaar is het heel leuk, hoor. Ja, met elkaar. Ja, hè? Er zitten hier zelf kindjes en die ouders werken niet. Die hoeven ook helemaal niet geen buitenschoolse opvang. Maar die zeggen, we doen het gewoon echt voor het sociale, voordat ze toch... thuis niet af willen spreken. En hier gaat het eigenlijk automatisch, hè? En leer als kindjes toch kennen, want daar gaan ze straks wel mee naar school. Ja. Mooi, hoor. Ja, nou nog hier dadelijk. Oh, ja, en de toiletten. Oh, alvast de lampen. Hier hebben we de kinderwc'tjes. Ja, fijn. Ja, de jongens. Oh, ja. En de meisjes. Ja, leuk, hoor. Ook dat vinden ze leuk. Dat stimuleert ook wel, hè, om dan hier naar de wc te gaan. Ja, want je hebt natuurlijk ook gewoon met zinnigheidstraining te maken, hè? Ja. Super fijn. En dan kunnen we hier nog door naar buiten. Hier deze kant gaat de BSO dan naar buiten, dus die spelen dan wel apart. Dat is eigenlijk ook beter, hè? Met Ja, hier is nog een kantoortje. Oh, je hebt echt ruimte. Ja, hier wordt regelmatig wel eventjes huiswerkbegeleiding. Als iemand zegt van, ik vind dit lastig of ik heb huiswerk. Oh, en ik heb stress, want ik moet vanavond nog naar de hobbyclub en ik krijg dat niet af. Dan gaat een van ons er wel even bij zitten en dan helpen ze wel. Dat is ook fijn dat Ja, daar hebben we ook wel echt de mensen voor aan de ruimte, dus daar gaat ook prima. Ja, een rustige ruimte. Ja, of ooit helpt ze elkaar, zie je ook, hè. Ja, dat ene uit groep 7, kindje van groep 8 helpt, kindje uit groep 7. Oh, zal ik even helpen? Ja, dat gaat gewoon echt automatisch. Ja, dat is het elkaar zijn. Hier komen we dan naar buiten. Nou, wat leuk zeg. Oh, wat leuk. Ja, diertjes. Wat vind ik? Konijntjes, kippetjes. Ja, leuk hoor. Ja, en zelfs die meiden van groep 7, 8, die vragen dan ooit, juf Judith, mag ik de hokken voor jou verschonen? Ja, leuk toch? Ik zeg, willen jullie dat echt? Ja, dat doen wij heel graag, Ja, en eten geven. En, ja, maar dat is ook leuk. Dieren is altijd leuk. Ja. En dan kan het zo zijn dat hier een broertje of een zusje en daar een broertje of een zusje Ja, is. Maar dan vinden we wel, dat mag wel, als broertje even daar wil kijken of dan zo, dat kan ook, hè? Ja. Dan vinden ze ook wel, ooit zie je ook, daar hebben ze even nodig een knuffel. Ja, even eigen. Ja. Van de week hadden we watergevecht gedaan, hadden we daar badjes op gezet. Waterpistolen was het de jongens tegen de meisjes bij de BSO, dus meisjes aan die kant, jongens daar. Ja. Leuk dat het allemaal kan, hè? En ook daar komen ze dan zelf mee, hè? We doen de meisjes tegen de jongens. Ja, leuk toch? Eigenlijk kan alles. Ik vind wel heel veel goed. Er zijn wel regels aan grenzen, ja, maar ik vind wel dat de kinderen het fijn hebben en zich thuis voelen. Ja, dat is ook het allerbelangrijkste. Ja. Dat is met een lachje komen. Ja, daar doe ik het voor. Ja, daar doe je het voor. Ja.
Maar Judith, ondertussen heb je zoveel ervaring. Ja. Je kijkt er ook wel een beetje doorheen, hè? Ja. Ja. Als ja. ze verdrietig binnenkomen of juist heel blij of zo, zeker. Je ziet het meteen. Ja. Ja. En vaak is het dan verdrietig binnen, inderdaad. Dan zeg ik tegen mama ook, stuur eigenlijk wel een appje, want dan wil ik wel altijd, laat ik het wel weten. Dat kan, hoor. Ja. Ja, en dan is het even een knuffeltje, boekje lezen of zo, en dan is het gewoon dan echt zijn ze al prima. Alweer vergeten. Ja. Ja. Maar ja, ook ja. mama is ook een ruststelling dat ja, je dan zeker. Even kan appen. Ja, dat doe ik wel. Dat ja. Ik denk dan, ik ben zelf ook mama, dus... Ja, maar dat scheelt het, hè? Ja. Ja, zeker. Ja. Hoi! Zou jullie een rondje kunnen fietsen? Kunnen jullie fietsen? Kun je ook al een beetje fietsen? Jara kan het al zonder zijwieletjes, zei Jara. Echt waar? Ja. Wat knap, hè? Ja. Jij kan ook al fietsen, Ivy. Laat maar eens kijken. Kijk. Oh. Goed zo. Nou, dat is knap. Wauw. Ja. Knap, hè? Dat kan ze goed, hè? Ja, zo vermaken we ons hier. Ja, dat lukt goed, ja. Zie ik. Hallo. Lukt het zo? Ja. Ja, ik vind het heel leuk. Ik heb hier echt vanaf het begin dat open ja, is. Ja, vanaf 1 maart dat we open zijn gegaan ben ik hier ook. Ja, ja, als leidster. En dan ken je ook alle kindjes, dus dat maakt het extra leuk. Hè? Ja, dat maakt het extra speciaal. En ik heb eerst met Judith op de peuterspeelzaal gestaan bij de brassertjes. Dus toen Judith vroeg of ik dit met haar wilde doen, toen zei ik tuurlijk. Het voelde meteen goed. Ja, ja, het voelde meteen goed en heel vertrouwd. En de kinderen die... voelde zich ook gelijk op hun gemak bij mij, dus dat helpt dan wel. Hallo mevrouw, wilt u ook een chocoladeijsje? Ja. Jij wilt geluk, die had ik nog. Jo. Alsjeblieft. Jo. En Joey, jij wil een raketje? Jo. Ik wil een ijs. Ik wil een chocolade. Jo. Mag jij even in de rij aansluiten? Jo. Ja, maar welk ijsje wil jij graag? Schommelen. Dat is heerlijk hier, hè? Botsen. Ja, tegen de bomen, Ivy. Ja. Oh, dat moet je goed vasthouden, hè? Dat doen ze wel, hè? Nou, dankjewel dat we even mochten. Ja, leuk. Leuk dat jullie er geweest zijn. Nou, jullie bedankt. Hier met elkaar. Ja, dat gaat goed komen. Ja, dat denk ik ook. Dankjewel. Dankjewel. Leuk, hè, al die kleine hummeltjes. Het is geweldig om te zien hoe Judith met haar team al die kleintjes vermaakt. Ze hebben ook een buitenschoolse opvang, dus er komen ook grotere kindjes zo nu en dan. En het mooie is eigenlijk dat het hele gezin vanaf een paar weken tot en met de basisschool terecht kan bij Judith. Buitenschool, onderschool, naschool. Het was geweldig om te zien. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.